Yeah. 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 I tell her, meet me in the bathroom. I fuck her out of order, running her for knocking at the door. And she screaming out, I'm coming. In my youngin' in my oven room, fucking up my shit. She tell me, boy, don't grab my ear because you fucking up my weave. I got 100 bottles. It's a rock boy. All my Jericho is fuck, but I'm my hot boy. All these stones in my chain made me. Ik was begonnen toen ik 9 jaar oud was. Toen had mijn vader me judo gedaan. En dat heb ik tot mijn 16e gedaan. Ik ben ook Nederlands kampioen judo geweest. En vanaf toen dacht ik ongeveer, nou, ik wou een nieuwe sport proberen. Toen ben ik gaan kickboksen. Dat heb ik 10 jaar lang gedaan. En nu ben ik bezig met een MMA carrière. Ik heb de overstap gemaakt van kickboksen naar MMA. Omdat ik 10 jaar lang onverslagen record met 6 wereldtitels op mijn naam. Eigenlijk zowel iedereen en alles heb verslagen. En een nieuwe uitdaging zocht. En dat was toch echt het MMA. Party, welcome to my house party. Party, welcome to my house party. Party, welcome to my house party. Party. So rock all on my table. Bitches in the living room. They gonna ask you at the door. Ik train in mijn off-season train ik 6 dagen in de week, waarvan elke ochtend. En de trainingen verschillen van krachttraining tot kickboksen tot MMA trainingen. Maar zodra ik in een wedstrijdvoorbereiding zit, dan train ik 2 keer op een dag, soms wel eens 3 keer op een dag. En ook deze trainingen verschillen van kickboksen, MMA, kracht- en conditietrainingen. 21 februari in Oklahoma op Bellator, waar ik tegen een Amerikaanse vecht. In haar hometown, maar dat wordt weer een winst voor mij. MMA is ook wel de afkorting van Mixed Martial Arts. En dat zijn eigenlijk alle vechtsporten die in één kooi worden uitgevochten. Dus zowel op de grond als staand kan je het gevecht afmaken. Daarbij verschilt het ook dat je kleine handschoenen hebt, waardoor je vingers open zijn, waardoor je ook kan vastpakken. En dan eigenlijk de ultieme sport is, waardoor je alle sporten, alle vechtsporten, van worstelen tot jiu-jitsu tot kickboksen, in één kooi kan uitvechten. Mijn favoriete onderdelen van MMA zijn zowel dat je staand als op de grond door mag gaan. Dus wat ik vooral gewend ben met het kickboksen, zodra je op de grond komt, dat de wedstrijd stopt. Maar met MMA ga je juist verder op de grond. En waardoor je ook zoveel meer kan doen op de grond. Van klemmen tot stoten tot ellebogen. Het is eigenlijk de ultieme vechtsport wat je eigenlijk in de gladiatorstijd ziet. Waardoor er zo weinig mogelijk regels zijn. Dat heb je met MMA en dat maakt deze sport zo vet. Om succesvol in deze sport te worden of te zijn, moet je zowel dingen inderdaad heel veel dingen laten. Dus de leuke dingetjes, zoals op tijd naar bed, is vooral een dingetje. Op je eten letten, je trainingsschema moet op elkaar aansluiten. En soms feestjes of andere leuke dingen moet je inderdaad af moeten zetten, omdat je gewoon goed op tijd naar bed moet of goed je rust moet pakken. Dus ja, heel veel dingen laten en heel veel dingen doen om succesvol te worden in deze sport is wel necessary, vooral voor om kampioen te worden. Yeah. 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 I tell her, meet me in the bathroom. I fuck her out of order, running her for knocking at the door. And she's screaming out, I'm coming. Wat deze sport zo mooi maakt is dat alles is toegestaan, zowel op de grond als staand. De ring is een kooi, je hoort letterlijk de deur op slot gaan. Je ziet alleen maar jij en je tegenstander, scheidsrechter ertussen. Maar verder is het gewoon echt puur vechten, opgesloten worden en helemaal losgaan in een opgesloten kooi. Zeker, fitness en krachttraining is zeker belangrijk om deze sport om het ultimale uit je lichaam te kunnen halen.
Want conditie en kracht is vooral een hele grote factor in deze sport. En vaak wie de meeste conditie heeft, wie de meeste doorzettingsvermogen heeft, dat bepaalt toch zeker hoe de wedstrijd afloopt. Ik denk omdat Nederland vooral een kickboxland is, dat het nog best nieuw is, de sport. Maar als je dat vergelijkt met Amerika, dan zie je toch wel dat er echt een hele grote groei ontstaat. Ook vooral in het vrouwenvechten. Daar staan ook gewoon vrouwen op de main card. En ik denk dat in Nederland dat vooral steeds groter gaat worden, omdat kickboks op een gegeven moment een plateau bereikt. En MMA is nog zo'n groeiende sport waar er nog zoveel meer mogelijkheden zijn om te groeien als vechter. Dus ik denk dat over 5 jaar dat MMA in Nederland zeker al is gegroeid en misschien toch wel echt tot een groot succes is geworden. En misschien wel groter dan kickboxing. We gon' make a movie, yo. She lookin' all at my wrist, she love the way this mirror glow. Penthouse is out of shit, she tell me that I'm cooler though. Cooler than the fan, fresh like it's Easter. Homie, I don't need what you bitch, you can keep her. She said I ain't hit that. Oké, ik ga nu uitleggen hoe je bepaalde stoten moet maken. Wat je houding is, hoe je indraait en waar je, wat je beginpositie is om mee te beginnen. Oké, we beginnen met de jab. Eerst, wat ik vooral belangrijk vind met kickboksen en MMA, met elke vechtsport, is je houding, hoe je staat. Eén been staat voor, de ander staat achter. Niet lijnrecht achter elkaar, want als ik zo sta en ik krijg een duw, val ik op. Dus ik zeg altijd, je voeten maken een schuin streepje op de grond, waardoor je goed stevig staat. Dat is de beginpositie waarmee je begint. Oké, handen hoog, elleboog tegen je lichaam. Je benen en dan beginnen we met een jab. De jab, de rechterhand hoog. De jab wordt vaak ook wel gezien als je voorhand. De voorhand waar je een lange stoot mee maakt. De jab, handen hoog, zakken door je benen, positie, pop. En je steekt hem eigenlijk naar voren. Hey, daar. Hey. Als ik hem nu langzaam doe, ik draai mijn schouder in, mijn rechterhand blijft hoog. En zowel mijn schouder als mijn heup draai ik voor en weer terug naar achter. Ja? Dus, jab, voor en achter. Als je voorgeeft, rechterhand blijft hier, kin tegen je schouder en weer terug. Ja? Maak hem even 3 keer in deze houding op de seat. Kom, 1. 2. 3. En we hebben nu de directe stoten gehad. En vaak directe stoten zijn in het midden van het lichaam of van het gezicht gericht. Daarom zijn ze ook vooruit. Vaak mik je dan op iemands neus, op iemands borst of op iemands buik. Gaan we nu door naar de hoeken. De hoeken zijn vooral belangrijk voor het zijkant van het hoofd. Zijkant van het lichaam. Waarom? Omdat als we een bocht maken om een stoot te plaatsen. Oké, we gaan nu door naar de hoeken. Weer die beginpositie, voeten weg, zakken, handen hoog. Een hoek. Ik zeg altijd, als je een honkbalknuppel in je hand hebt, dan zwaai je die honkbalknuppel. En gooi je hem eigenlijk aan de zijkant, snij je hem in. Zo moet je het ook zien met een hoek. Handen hoog. Ik draai mijn rechter schouder naar binnen, want ik maak een rondje. En dat rondje heb ik vaart bij nodig. En met die vaart draai ik mijn rechter schouder. Hiermee draai ik weer voet, heup, schouder. En weer terug. Elleboog omhoog, zodat je een groot rondje maakt om iemand zijn zijkant te nemen. Ik ga hem weer 3 keer vanuit verlegen positie doen. Zakken, handen hoog, komt ie 1. 2. 3. En terug. Ja. Oké, we hebben nu de directe stoten gehad, de hoeken, en we gaan nu naar de opstoten. Hoeken en opstoten worden vaak gebruikt als je dicht bij een partner bent of bij een tegenstander. Waarom? Omdat ze kort zijn. Hoeken voor de zijkant van het gezicht, opstoten ga je omhoog. Vooral wat belangrijk weer is bij de opstoot, schouder
en alles meedraaien, zowel je vuist als je schouder, zodat je omhoog de stoot raakt. Oké, we gaan weer naar de opstoot. Begin positie, zakken. Een rechter opstoot. Ik zorg weer dat mijn voet, mijn heup en mijn schouder met de stoot meedraait. Omhoog en weer terug. Omhoog en weer terug. Opstoten zijn vooral, als je het ziet, dicht bij je tegenstander en bedoeld om omhoog te stoten. Dus vaak onder de kin is een opstoot perfect. Ik ga hem even drie keer op de fles doen. Komt ie. Dan hebben we de directe stoten, de hoeken en de opstoten. We hebben ook stoten op het lichaam. Leverstoot, op de nieren, op je maag. Het zijn allemaal stoten die heel effectief kunnen zijn in een wedstrijd. De leverstoot. De lever zit aan deze kant van het lichaam. Het is daarom belangrijk dat ik een klein stukje door mijn benen zak, zodat ik goed op het lichaam kan stoten. Hier. Ja. De rechterhand staat hier en ik kantel mijn vuist weer, zodat je met je vuist in iemands lever kan prikken. Dus, ik ga hem weer drie keer vanuit positie doen. Komt ie. 1, 2, 3 en terug. Dit was de leverstoot. De stoten, directe, hoeken, opstoten en de leverstoot kan je ook heel mooi in een combinatie uitvoeren. We hebben dus de directe stoten. Links, rechts. Kan ik volgen door een linkerhoek, een rechteropstoot en een linker leverstoot. Alles bij elkaar plakken, komt het dus zo uit te zien. Oké, we hebben een stotencombinatie gehad, maar met kickboksen gebruik je ook je benen. En wat typisch Nederlands is, is de low kick. Lage trap, net boven de knie, met je scheenbeen, trappen. Oké, ik ga hem stap voor stap weer uitleggen. Beginpositie is precies hetzelfde als met de stoten. Schuin streepje, zakken door mijn benen en handen hoog. De low kick zit dus net boven zijn knie. Waarvoor moet ik zorgen dat mijn voorbeen, dat is eigenlijk mijn stuurtje. Mijn stuurtje zorgt ervoor dat ik op de juiste timing en op de juiste positie, net op zijn bovenbeen, de looping kan maken. Ik begin. Zakken. Voorbeen. Draai. En met mijn scheenbeen zorg ik ervoor dat ik net in het midden van de trapkussen kan trappen. Belangrijke tip, zorg ervoor dat je tenen naar beneden staan. Mooi trainen omhoog. Zo kan je ook fijn voor jezelf zorgen en je tenen breken. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Oké, de low kick. Handen omhoog. Draaien en terug. Draaien en weer terug. Draaien en weer terug. Gaan we nu 5 keer hard. 5, 2. Over naar het lichaam. Zowel stoten als trappen kan je ook op het lichaam gebruiken. Een linker lichaamstrap, waar ook vaak de lever zit, is vaak heel effectief in een wedstrijd. Wat wel weer belangrijk is, beginpositie. Zak door je benen. Als jij met links en met links voor staat, moet je zorgen dat je een dubbelstap maakt. Je gooit je linkerbenen achter, waardoor je meer vaart krijgt in je linker trap. En zet je hem weer voor neer. Gaan we weer 5 keer hard. 1. Oké, we hebben de rechter low kick. We hebben de lichaamstrappen. En dan nu een van de belangrijkste en ook wel de gevaarlijkste trappen in het kickboksen zijn de high kicks. High kick zegt het woord al, zo hoog mogelijk. Wat vooral hier belangrijk is, is je balans. Omdat je een stukje omhoog moet, is het heel belangrijk dat als zodra het weer terugkomt,
dat je goed in positie en nog steeds in balans staat. Net als met de rechter low kick zorg ik ervoor dat mijn heup, voeten, schouder met de trap meedraaien. Ik moet een stukje omhoog, dus mijn voorbeen, het voorste been, is heel belangrijk om die mee te draaien. Laat ik die staan, kan je blessuren voor je knieën of voor je enkels. Zorg er dus voor dat je voorbeen, voorvoet altijd meedraait. Oké, begin positie. Zakken, handen hoog, omhoog en weer terug. Ja? Dus je gooit omhoog en je zet hem weer achter neer. Zet nooit je voeten naast elkaar, want ook hier sta je weer uit balans. Zorg er dus altijd voor, na je trap, achter neerzetten, zodat je weer sterk staat om het te vervolgen met andere combinaties. Oké, gaan we 5 keer de high kick hard. 1, 2, 3, 4. Dit was de high kick. Oké, we hebben de low kicks, we hebben de middeltrappen, we hebben de high kick. Maar ook, weer net zoals het boksen, is het lichaam ook een van de belangrijke dingen wat heel goed te raken is met knieën. De knie. Begin positie, handen hoog. Als je een knie maakt, zorg er dan voor dat je echt een punt van je knie maakt. En hoe maak je die punt? Door je scheenbeen naar je billen te trekken en echt een punt te vormen van je knie. De linkerknie. Bam en weer terug. Bam en weer terug. Tenen naar binnen, scheenbeen naar binnen trekken, heupen naar voren. En net zoals eigenlijk dat je een jab en dat je een laserstoot maakt, prik je in iemands lichaam. Handen hoog. Bam en weer terug. Ja. Weer die wisselstrap en weer naar voren. Gaan we 5 keer hard. Net zoals met de stoten kan je ook de trappen combineren. De low kick, middeltrap, high kick en de knie gaan we zo op deze manier combineren. Aan elkaar vastplakken, maar denk wel aan de punten die we net hebben gedaan. Handen hoog, zit positie, laag staan, kom op. Celebrate a friend or two. Bodies popping, mothers watching. Mother in my living room. Welcome to my